En Huize Asiana werkt aan kwaliteitsverbetering. Dit ondanks de verminderde subsidiemiddelen. Tot 2016 kon het bejaardentehuis met moeite het hoofd boven water houden. Met een subsidie van ruim 2,5 miljoen SRD per jaar. Nu maakt het een doorstart mee met slechts 1,5 miljoen SRD. Dat zegt Ossé Yabini aan onze nieuwsdienst. Hij is sinds 2016 als directeur aangesteld bij het tehuis. Ik moet aangeven dat we ook bezig zijn geweest met de verfraaiing van het terrein. Omdat als iemand binnenkomt, is dat eigenlijk het eerste gezicht. Toch? Het is representatief. De bewoners voelen zich dan dat ze in een leefbaar milieu wonen. En mensen kunnen ook, het werk ook naar een positieve imago voor de instelling. Dus daarmee zijn we bezig. Met betrekking tot de bijscholing, we hebben ook gemerkt dat het personeel echt bijscholing nodig had. We hebben een opleidingsplan ontwikkeld en dat gaan wij dan stap voor stap uitvoeren binnen het tehuis. We willen dat het geheel personeel bijgeschoold moet worden, van verpleging tot ondersteunende diensten. Omdat wij vinden dat ze achter waren met de bijscholing. Het tehuis verzorgt 270 seniorenburgers. 190 verplegend personeelsleden ontfermen zich over hun. Het aantal verplegend personeel is bij lange na niet voldoende, zegt Yabini. We hebben ongeveer 190 verplegend personeel. Maar u moet weten dat het personeel verdeeld is in de dagdienst, middag en de wacht. Dus vandaar dat wij toch nog een tekort hebben aan verplegend personeel, omdat het verspreid is over 3 diensten, waardoor je toch zit met een tekort aan verplegend personeel. En hoe groot is het tekort? Wat zou het ideale zijn? Het ideaal zou zijn, je kan zeggen, als er nog bijvoorbeeld 50 mensen erbij waren, zou komen, dan kunnen we dan zeggen dat we dan voldoende mensen hebben. Aldus directeur Ossé Yabini van Huize Asiana tegenover onze nieuwsdienst. Sinds hij de scepter zwaait bij het tehuis zijn er filmavonden voor de seniorenburgers geïntroduceerd. Daarnaast worden er nu ook sportactiviteiten gehouden.